Ja, yo mensen, welkom kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Het is even een tijdje geleden dat ik iets heb gedaan voor YouTube en zo, maar ik moet het meer aan de houden vooral. En ik heb weer nieuws te vertellen over mijn PlayStation, over mijn game. Het nu is een beetje, het weer valt nu wel een beetje mee. Maar laatst kunnen we zo op zondag al spelen, 31 graden. Ik ging, 31 graden was het, was behoorlijk warm, maar nu zijn we weer voor een week vooruit gegaan. En nu is dat weer een beetje weer afgekoeld, een beetje, het wordt wel warm. En nu valt wel, nu is het een beetje afgekoeld, dus een beetje tenminste fijn. Ik heb eigenlijk bij alle mannen gewerkt, toen weet ik het fijn met dat 3 uur, dus ik moest eigenlijk om 30 gaan, maar het is een beetje raar te zeggen, maar... Ik zeg altijd tegen mezelf, als ik om 30 ben, dan ben ik al klaar. Dan wil ik gewoon hiermee verder wat ik nu aan het doen ben. Dat maakt niet uit, dus ik ben weer thuis, dan kan ik weer verder gaan. Ik ging mij vandaag even mijn bed schoonmaken, dus ik ga even opzij. Dus hier was een mooi lekker teken. Even opgelegd. Dan kan ik weer tegenaan. Oh ja, en over mijn PlayStation, zoals ik al zo zei. Dan gaan we vast even omdraaien. Dus kijk maar even. Kijk hier wel naar mij, want dan zie je mijn andere kant. Dan gaan we nu even omdraaien. We gaan nu naar mijn PlayStation 5. Zoals jullie daar zien. Kijk, ja, PlayStation 5 en PlayStation 4 is echt een groot verschil. Ik heb die controle, ik heb ook een headset, maar het is even niet twee keer verbonden. Dus nu waar ik me bezig was. Oh ja, met Disney. Ja, normaal kan ik het ook voor Disney in de avond. Dit is mijn allemaal games. Maar ik speel bijna nooit bij de Rocket League of nooit GTA 5. Ik speel vooral heel veel van deze. Of dit. Of dit. Oh ja, ik ga even naar de store, want ik moet hier weer iets laten zien. Even kijken wat het is. Hier, dit. Kijk maar, dit is die nieuwe spel die eraan komt. Want ik heb morgen bij mijn Dicto Deluxe Edition gekocht. Dat staat nu op de pre-order. Maar 20 oktober komt die vast uit. Want even, ga ik even bekijken. Want dus ik heb hier het nieuws, even kijken. Nee. Oh ja, hierop. Ja, hier, kijk. Ga ik even inzoomen voor jullie. 13 oktober beginnen met downloaden. 20 oktober komt hij uit. Met 13 oktober beginnen met downloaden. Met 20 komt hij uit. En dan heb ik die gehaald. Het is een beetje hetzelfde als de Miles Morales Spider-Man, maar ook die originele Spider-Man. Dat is iets anders dan een spierenpak. Je krijgt een symbiote. Ik weet ook niet hoe aan het pak komt. Dan gaat die, wordt die slecht of zo. Ik weet niet zeker, maar waarschijnlijk gaat Miles Morales en Spider-Man gaat ze met elkaar vechten tegen elkaar. Maar dan niet de echte Peter, maar tegen de symbiote Peter. Net als in die film Spider-Man 3 bijvoorbeeld. Het is het alle games. Ja, wat ik zoals ik al zei. Ja, sorry voor het geluid. Mijn nek is een beetje stijf. Nu ga je weer terug naar mij. En dan ga ik even uitzoomen voor jullie. Zo. Dan zie je mij weer. Hoi. Ja. Het is wel een beetje lastig alles te combineren van mijzelf, maar als ik aan het werk moet gaan. Of als ik naar Noorwegen ga of naar Janneman of met dit, wat ik nu aan het doen ben voor jullie. Dan moet ik een beetje meer aan onthouden vooral.
een beetje meer aan mezelf richten. Ook een beetje met dit en zo, met YouTube en zo. Ik zeg maar gewoon zo, je maakt niet uit waar je mee bezig bent. Je moet gewoon een beetje meer aan, moet gewoon meer aan focussen en zo. Oh ja, nog eens anders te vertellen. Mijn voetbaltrainingen zijn nu al... ik heb nu zomerstop met voetbal nu. Alle trainingen zijn nu voorbij. En volgende week woensdag 5 juli ga ik bowlen met mijn voetbalteam. Gewoon als leuk dagje, gewoon als afscheid voor de zomer. Maar ik moet even wat stof halen, afhalen van mijn statief. En deze zaterdag 1 juli, ga ik ook met mijn andere werkteam doen, met Nora Werkt. Ik weet niet wat ik ga doen, maar waarschijnlijk wel iets leuks, dat is afscheid dingetje. Gaat iedereen gaat weg behalve ik, maar ik blijf ermee doorgaan. Nora Werkt houdt er helaas mee op, want dat ging ook niet goed, maar ik ga niet vertellen hoe dat gekomen is. Dat gebeurd is, maar ik ga niks meer zeggen over. Maar ik ga wel zeggen dat Nora Werkt mee gaat stoppen. Gaat gewoon echt voor goed weg. Maar ik ga gewoon... We hebben een andere pand helemaal leeg opgeruimd. Helemaal alles uit leeg. We zaten alles op de garage sale open verkopen. We hebben stoelen. We hebben tafels bijvoorbeeld. En... Je hebt ook zo'n lange tafel. Zo'n lange tafel met 3 stekkers eraan. Er is ook een lange stoel erbij. Dan kan je ook gelijk... Je ziet zo'n kliksysteem soort van... Kan je erop klikken en dan kan je je apparaat opladen. Simpel toch? En ik ga volgende week woensdag, 5 juli, ga ik bowlen met voetbalteam, zoals ik al zei. Als afscheid van Jeka voor ons. Maar we gaan dit niet meer stoppen, we gaan mee door. Want het is gewoon als zomerstop, als een leuk dagje. Dus deze zaterdag ga ik iets leuks doen en volgende week woensdag ga ik ook iets leuks doen. Je mag wel hopen in de avond is of in de middag. Dat bowlen. En dan komt het, ga ik gewoon een leuk dagje van maken deze weekend en de week daarna. Ik laat de andere keer zien, in de volgende filmpje, die ik ga posten later. Dan ga ik voor jullie de PlayStation 5 bij mij een beetje showen aan jullie. Nou, doe alvast een blauw duimpje omhoog en doe me alvast, ja, wat ik net al zei, en abonneer op mijn kanaal en tot de volgende keer. Doei! Ja, yo mensen, we gaan kijken nu weer op mijn kanaal. Oh ja, en ik had, zoals ik al zei, goedemiddag alvast. En ik dacht, zal ik weer vast even beginnen. Het is weer fijn, ik kan beginnen voor jullie, maar ik heb iets anders te vertellen. Weet je, bij een soort van twee nieuws te vertellen. Ik ga wel door met YouTube, zoals ik al zei, en moet ik een beetje meer aan houden. En mijn voetbalseizoen zit er helaas weer op voor de zomer, want de zomer begint al vroeg. Het was echt in juni, vooral de laatste training wel had ik gehad. Toen ging ik tegen ouders spelen, dat was wel leuk. En vanavond ga ik lekker bowlen met de beste maten voetbal van mij, van mijn voetbalmaten van mij, van Jeka. Ga ik vanavond lekker bowlen. En ik dacht, zat er te denken, ik had niet veel te doen. Ja, ik eet even een appel. Ik zou zeggen, blijf gezond mensen, blijf gezond. Moet je mee doorgaan. Want ik eet ook heel veel fruit, zoals altijd. Of een beetje met havermout of zoiets. En ik drink ook heel veel tegenwoordig van de proteïne shakes altijd. Dat is ook wel goed. Ik heb nog nooit van mijn leven gehad, maar nu begin ik een beetje vaak te koken. Dat vind ik wel lekker. En ik zat te denken voor mijn PlayStation nog. Ik kwam pas 20 oktober uit. Ik heb al mijn agenda gedaan van allebei de apparaten van mij. En ik zat te denken en... ik ga volgende week op zondag naar Spanje. En zaterdag gaan we... Ik en mijn gezin, we gaan mijn hond en mijn oma brengen. Dus ik blijf maar voor een weekje weg. Maar ik beloof wel dat ik mijn camera meeneem, mijn laptop en mijn onderlinge camera waar ik nu mee film. En ga ik er weer meenemen.
En we gaan deze keer niet met de auto, maar gaan deze keer wel met echt een vliegtuig. Want het is ook wel veel fijner. Ik heb een beetje mijn raam opengedaan. Ik dacht, ik heb een beetje warm gehad. Dus het was even open. Ja, sorry voor als het tegenlicht af was, maar dat maakt niet uit. Oh ja, en ik had iets over mijn eerste verhaal gepost. Dan laat ik even een foto zien aan jullie onder deze video. Dan ga ik even laten zien. Ga ik even misschien proberen om het in deze video te krijgen. Of misschien ook niet. Hopelijk gaat het wel lukken. En dan zie je vast in mijn verhaal dat je wat ik ga doen van mijn broer. Want ik ga de tatoeage zetten ergens op mijn arm, de naam van mijn broer. Dus de naam Dim komt erop en met zijn geboortejaar. Ja, sorry, ik moet even fruit eten. Ook belangrijk hoor. Ja, ik ga met dat, zoals ik al zei, ga ik dat tatoeage zetten ergens op mijn arm, de naam van mijn broer. Dat drie jaar niet meer is, zeg maar, dat hij overleden was. Daar praat ik niet meer over, gewoon een beetje meer ik afleiding heb, want ik heb mijn eigen hond nog wel af. Even denken, we kregen Saab pas, ik kreeg mijn hond pas in het jaar, volgens mij even denken, in 2019, 7 april was dat. Dus nu zijn we in 2023, dan zijn we volgens mij even denken, 4 jaar verder. Dus, ik had het heel mijn leven altijd een hond willen hebben, maar eigenlijk heb ik het nu een hond. Maar een hond hebben is ook wel lastig hoor, maar je moet vaak op een dag uitlaten. Af en toe dat de hond wel genoeg water drinkt, dat je ook een keer avond eten krijgt. Want vanavond krijgen ze lekker van mij lekker een... Ik heb laatst een nieuwe bakjes gehaald voor mijn hond. Want het zijn volgens mij twee bamboerikjes met twee stenen bakjes met onderop zeg maar het botje. Zo wordt het bordje opgetekend onder het, van erop, zeg maar. En vanavond krijgen ze lekker van mij gehakt met brokjes gewoon. En dat is lekker eten van haar. Ga ik af haar een beetje als ze iets overhouden, gaan we altijd ons hond geven. Ik kan ze de rest is van een beetje van opeten. Dat is natuurlijk ook lekker voor haar. Dat is ook het beetje het leuke hebben als je een hond hebt. Ik heb alleen een hond gehad, maar verder geen ander huisdier, maar allemaal een hond. Het is ook wel veel fijner, het is wel veel rustiger. En ik dacht, ga ik weer verder gaan met YouTube en zo, maar... De laatste keer was vorige keer iets later gekomen, normaal vind ik het niet zo erg. En ja, dat komt omdat dat iemand bij jou allemaal een beetje moeilijk over doet. Want ik had zelf gezegd, ook omdat dit wat ik nu doe, weet je, ook belangrijk voor mij is. Een beetje meer populair wordt op het internet, zeg maar. Dat ik er meer probeer meer iets voor te doen. En dan ga ik er meer een beetje meer aan doen en een beetje meer aan werken. Dus ik ga een beetje meer aan mijn hoofd een beetje goed aan focussen wat ik allemaal doe in mijn leven. Dat, en zo, ja. En ik heb hier aan mijn muren nu stekkerdoos geplaatst. Alleen ik moet er nog iets aan doen. Want ik moet bij Nora werkt even een boormachine lenen. En twee van die rubber dingetjes lenen waar je in de muur in kan doen. Waar je schroeven in kan draaien. Dat moet ik ook even gaan vinden. Dan zit het wel goed als vast. Want ik heb in mijn muur heel veel zwarte stickers op geplaatst. Waar overal gaten in zitten. Want ja, ik moet ook iets aan veranderen. Ja, zoals ik al zei, vergeet niet om mijn kanaal te abonneren. En vergeet niet op deze video op blauw duimpje te klikken. Doei en tot de volgende keer. Ja, bedankt voor het kijken naar deze video op mijn kanaal. En vergeet niet om mijn kanaal te abonneren. En tot de volgende keer. Doei.